Yo Nintendo fans! Welkom bij een gloednieuwe Mario Rabbids video! De afgelopen twee video's hebben we met name alle puzzels moeten oplossen om deze brug te kunnen bewegen naar de juiste kant. Dus er gebeurde niet zo heel veel, maar ik heb het gevoel dat er nu wel heel veel gaat gebeuren. Want we kunnen eindelijk de oversteek maken naar de windmolen en hier gaat het allemaal gebeuren. Dit is het doel op deze planeet. Dus doe de duimpjes omhoog en vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's op YouTube. Mami die zegt, ja, hier is grote mami voor ballonbaviaan. Ken iedereen mijn horen? Kappen met lamp ervan. Te gaan naar dat ding in mijn windmolen. De kennen jullie de kist fixen? Over en uit. Ik hou er wel van. Ze is lekker Rotterdams. Ik hoop trouwens dat we hoog genoeg level zijn hiervoor, jongens. We zijn nog maar level 23. Dat is nog niet super hoog volgens mij. Dus even koekeloer hoor. Oké, ja, kijk, de story missies die schalen volgens mij gewoon naar de het level wat je bent. Oh, en we hebben trouwens een nieuwe spark die we gaan uittesten. Een hele vette. Beschermde draaimechanismes. Oké, we moeten hier juist iets beschermen dus. In plaats van dat we mensen kapot maken. Ik denk dat het wel een goed idee is om het team in ieder geval te genezen. Kost 200 muntjes, maar ik denk dat we dat toch maar even moeten doen. Ik denk dat ik heel veel lange afstand aanvallen nodig heb. Rabbit Mario heb ik denk ik niet zoveel aan. Ik denk dat ik wel wat heb aan Edge in deze battle. En ook wel aan Rabbit Rosalina, maar ook aan Bowser en Mario. En ook aan Rabbit Luigi. Dus ja, dit wordt toch lastig. Even kijken wat voor vijanden hier zijn. Ze kunnen niet tegen slijm, schok. Zijn er overal dezelfde vijanden dan? Ja, deze kunnen ook niet tegen schok. Oké, slijm en schok hebben we sowieso nodig. Nemen we die slimy man even mee. Wind neem ik denk ik ook wel mee. En vuur laat ik dan even zitten. Oké, ik denk toch dat ik dit team ga gebruiken voor deze battle. Ik kan hierop schieten? Oh, als ik hierop schiet dan breng ik elektriciteit toe of zo. Kijk, hier zie je die draadjes. Volgens mij zet ik dan dit allemaal onder elektriciteit. Lijkt me een goed plan om dat eens even te gaan proberen. Dan gaan we gewoon naar twee kant eens even doen. Even kijken wat er gebeurt. Ja, kijk, nu staan die gebieden onder elektriciteit. Of moeten ze er dan echt opstaan? Volgens mij moeten ze er opstaan. Ik ga het even opnieuw doen. Ik ga wel eventjes naar beneden, hoor. Hoppakee, even hem raken. Ja, en ik ga gewoon iemand roepen nu, jongen. Kijk! Dit is de gloednieuwe spark die we hebben. En ik ga proberen die guy erachter uit te schakelen. Let's go, Bowser! Ja, dit werkt goed. Dit werkt heel goed. Zou Mario die twee vanaf hier kunnen pakken nu? Kan wel, maar ik kan ook gewoon even omlaag springen. Ga ik gewoon hier landen zo? Misschien kan ik het beter met Rabbit Peach ook even proberen. Rabbit Peach kan nu natuurlijk haar ding allemaal opladen. Kijk, dan kunnen we in ieder geval die eerste alvast kapot maken. Lekker dit. Oh, dan zijn ze allebei kapot nu, of niet? Zijn ze allebei kapot of moeten we met Mario? Nee, we moeten met Mario nog eventjes wat doen. Let's go, Mario. Oh, nee. Ik heb de verkeerde... Ah... Ik heb zomaar Bowser nu geraakt. Ik schoot per ongeluk op dat ding. Op die bol. Wat suf. Maar ik ben wel benieuwd hoe lang we nu zeg maar dit allemaal moeten gaan volhouden. Dat staat nergens beschreven volgens mij. Oh, we moeten 8 beurten moeten we alles beschermen. Oké. Bowser, jij gaat alvast naar boven. Jij gaat hier naartoe. Dan gaat Rabbit Peach springen, zodat Bowser gelijk een beetje geheeld wordt. En met Mario wil ik eigenlijk ook gelijk naar boven. Want ik wil vooral die grote vijanden gelijk allemaal even slopen. Konden deze nou niet zo goed tegen slijm? Was dat het ding? Ja. Oké. Nou, dan gaan we hun in ieder geval even verslijmen. En dan gaan we even hierop springen. Oh, ik maak geen stamsprong nu. Dat is jammer. We kunnen wel even tackelen. Slijmpies! Let's go! Oké, toppie. Super effective. Dan ga ik even met Mario wat dichterbij komen nu. Ik blijf wel hier staan, want dan kan ik ze elektrocuteren. Dan gaan we die verder ook even pakken. Let's go, Mario! Kan niemand raken met Rabbit Peach vanaf hier? Shit. Kan ze alleen nog een keer elektrocuteren. Maar ja, zij kunnen daar wel een beetje tegen. Oké, dan ga ik deze guy met de windvlaag proberen weg te blazen. Oh, waar gaat hij helemaal naartoe? Hopelijk gaan we hem kapot maken met de Max, jongens. Hopelijk lukt dit. Ben je kapot nu? Anders is Bowser nu kapot. Ik ga de bewegingsboost gebruiken. Dan kan ik nu weer lopen met Peach. En dan kan ik hem afmaken met een tackle. Ja, deze moest gewoon kapot. Anders hadden we een probleem. Dan gaan we ons daarna weer lekker terugtrekken. Zo, hier. Helemaal goed. Bowser kan ook nog lopen. Nou, die kan zich alleen niet meer terugtrekken. Oké, de tegenstanders krijgen de beurt. Spannend battletje dit, hoor. Oh, nee. Deze kunnen ons naar hem toe roepen. Ah, 1500 HP eraf. En er wordt er ook nog één geschoten nu. Oh my gosh, Bowser wordt echt kapot gemaakt. Ik heb healing nodig. Oh nee, er wordt al van alles ook opgeschoten nu. Nee, niet te veel enemies gooien. Niet doen. Vind ik niet leuk. Okay, wij gaan deze dude in ieder geval tackelen. Bowser, jij ook. Goed bezig. Rabbit Peach gaat in ieder geval even healen. Want Bowser en Mario hebben het echt zwaar te verduren gehad. Met Bowser kan ik nu alleen maar schieten. Ja, of een stampsprong doen. Dat kan ook nog. Ik denk dat ik me liever eventjes terugtrek gewoon. Let's go, Bowser. Maak hem kapot. Come on.
Oké, bijna. Ga met Mario eventjes in de aanval hier. Ik ga sowieso op hem stampen. Dan ga ik het even op jouw hoofd laten regenen. Met elektriciteit. What's the flats? Hoppakee. Heerlijk dit. Oké, en die is gelijk kapot. Nice. Lekker bezig, Mario. Dan kunnen we nu nog dingen gaan doen met Peach. Is er iemand die je kan raken vanaf hier? Ja, jou kan ik wel raken, denk ik. Niet? Nou, dan kom ik gewoon wat dichterbij. Lekker. Oké, wat gaan zij allemaal doen? Ja, zij kunnen best wel ver lopen. Ze staan nu wel op de elektriciteitsgebied, dus dat is top. Kijk hoe ver zij kunnen schieten ook. Niet oké. Oh, alles gaat kapot. Dit zijn te veel vijanden. Hoe ga ik hun allemaal uit kunnen schakelen, joh? Oh, Mario staat ook net buiten bereik. Ja, die guy daar, die moet er echt kapot. Anders gaat hij dat derde stuk ook slopen. Dat kan echt niet de bedoeling zijn. Dus deze moet weg met Rabbit Peach. Oké. Die is weg. En dan gaan we maar met Bowser gewoon helemaal deze kant op. Zodat we hopelijk die guys hier een beetje kapot kunnen maken. Ik ga in ieder geval mijn Max roepen. Hopelijk gaan zij dan op mijn Max schieten. Die gaan allemaal die kant op. Ja, naar die gasten daartoe. En dan gaan we schieten. Oké. Ja, dit is heel vervelend. Met Mario kan ik niet echt iets doen. Die staat echt op een slechte plek. Die was echt te ver naar voren gegaan. Wat gaan zij doen? Zij gaan op de Max. Dat mag. Dat vind ik helemaal goed. Dat vind ik echt niet erg. Hij spawnt natuurlijk weer nieuwe enemies. Die gaat ook op die Mac. Oké, maar deze beurt is in ieder geval redelijk goed gegaan. Alleen deze guys, die gaan er natuurlijk ook naar voren lopen. Dus op die kant moeten we ook letten. En dan komen daar weer nieuwe vijanden. En daar ook. Oké, waar zijn zij slecht tegen? Ze hebben geen zwakke punten. Windvlaag. Ja, die heb ik niet bij me met Bowser. Kijk, als ik nu op hun ga schieten, dan doe ik wel heel veel damage. Dus dat is nice. Ja, dit is nodig. Dit is nodig, Bowser. Sloop ze! Boom! Oké, er leeft er volgens mij nog één. En aan de andere kant leven er natuurlijk ook nog allemaal choppies. Oké, let's go, Peach. Let's go. Oeh, die kunnen we kapot maken. Ook met die dingetjes. Met die elektriciteit. Oh, dit is nice. Die zijn ook weg. Heerlijk. Oh, dan begint het er toch een beetje goed uit te zien nu, gelukkig. Kom op, Mario. Mario gaat hier naartoe. Oh, dan kan ik weer net niet. Ah, ik kan net die laatste niet slopen. Oeh, maar als die nu gaat bewegen, dan maak ik die laatste wel kapot met mijn heldenzicht. Daar hoop ik nu op. Oké, er komen weer allemaal enemies nu aan. Oh, dat scheelt. Eén zo'n grote guy. Vanaf de andere kant denk ik ook zo'n grote guy, ja? Er komen wel weer allemaal nieuwe vijanden. Had ik ze wel allemaal kapot daarachter? Oh, nee. Die laatste daarachter was wel kapot. Er moeten nog 3 beurten, jongens. Focus maar even op één kant. Deze guy kan niet tegen schokken, dus dat is mooi. Daar gaan we als eerste voor. Oké, Mario, jij deze kant op. Volgens mij sta ik hier vrij van die schok, toch? Ik ga eerst de meteorietenregen maar eens doen. Ja, ik ga wel hem toch een beetje afstand pakken, denk ik nu. We gaan hem heel hard raken. Ja? Is die kapot ook? Oh, hij leeft nog net. Prima, dan ga ik mijn Max op hem afsturen strakjes. Kijk. 1, 2... Ja, nu is die weg. Nice. En dan kunnen we op die andere, kunnen we met Bowser misschien nog gaan schieten. Jij kon niet tegen slijm, hè? Kijk, dat is op zich ook wel lekker. Zou ik hem ook nog met slijm kunnen aanpakken? Laten we dat doen. We gaan hem met slijm aanpakken, want dan komt hij ook niet dichterbij. Dan komt hij ook niet op me afrennen. Cool. En dan gaan we weer naar boven. Het gaat allemaal redelijk goed tot nu toe. Tegenstanders krijgen de beurt. Ja, jij haalt het nog niet. Jij komt er nog niet. Wat komt er hier aan? Hier komen... Oké, ook weer van die grote guys. Komt daar ook nog zo'n grote makker? Ja, nog meer grote makkers. Oh, en daarachter is nog meer. Oké. Oh, nee. Niet jij. Nee, jullie zijn vervelend. Oké, dit zijn echt veel te veel enemies nu. Wie verzint dit? Er zijn echt iets van 10 of 12 enemies nu. En er komen er nog meer. Doe normaal. Op 5 plekken nieuwe. Dit is niet te doen. Ik moet nog 2 beurten overleven. Hier staat er 1 echt heel dichtbij. Dus die moet echt als eerste kapot. Ik ga op zijn hoofd stampen. Bam. Tackle erachteraan. En weer terugspringen. Zo, weer naar boven. Ja, vriend, jij moet echt kapot. Jij moet echt kapot, vriend. Maar ja, zij moeten ook allemaal kapot. Ik kan in ieder geval tackelen. En op zijn hoofd springen. Dat kan ook. En dan gewoon weer terug. Ja, dan maar het bewegingszicht weer aanzetten. En maar gewoon 2 keer op hem schieten. En dan gaat hij als het goed is kapot. Oké, hij is al kapot. Nice. Rabbit Peach dan. Die gaat hem onder elektriciteit zetten, die grote papi. Zo, lekker. Oké, we gaan zien wat er gaat gebeuren, jongens. Ik denk dat 1 kant nu gesloopt wordt. Ja, 1 kant is nu gesloopt. Hopelijk maakt het niet te veel uit als er 1 kant gesloopt wordt. Oh, bijna worden de 2 kanten nu kapot gemaakt. Oh, oh, dit is veel te spannend, jongens. Ah, zoveel vijanden. Ah, nog
nog meer. Ik ga gewoon mijn best doen zoveel mogelijk vijanden verslaan. En hopelijk is het dan genoeg. Want kijk hoeveel. Er komen er echt veel te veel bij nu. Dit is echt niet te doen. Oké, kijken. Waar staan de vijanden? Hier staan er 3. Hier staan er ook 3. Deze kant is nog redelijk safe. Staan er ook 3. En hier staan er 2. Maar goed, dit is al gesloopt. Dus deze kant hoeven we niet heel erg meer te beschermen, denk ik nu. Deze kant wordt ook misschien wel gesloopt. Dan moeten we ervoor zorgen dat deze kant niet gesloopt wordt. Of deze kant niet. Kan jij niet tegen schok? Jij kan niet tegen slijm. Oh, wat naar. Ja, en jij staat alweer ver weg van de brug. Ik ga met Rabbit Peach toch maar hierop schieten. Dan heb ik in ieder geval deze 2 vijanden verslagen. Die zijn dan weg. Dat zijn de eerste 2. Ja, dan staat deze gast gewoon veel te dichtbij. Hoppakee. Oh, dit werkt dus ook niet. Oké, cool. Ik sprong dus precies verkeerd. Ik ga wel mijn Max gooien, want dan gaan die Max gewoon lekker afleiden. Jullie hoeven niet per se gelijk... Oké, dit hoeft er niet, jongens. Dit hoeft er niet. Nee, jullie waren voor de afleiding. Oké, laat maar, dat werkt ook niet. Ik hoop zo echt dat ik het nu niet helemaal verpest, hè. Ik ben er echt bang voor, namelijk, dat ik het nu verpest. Hij moet weg. Jij moet gewindvlaagd worden. Wegwezen, jij. Wegwezen! Rollen. Kijk, top. Die is in ieder geval weer een beetje ver weg nu. Die gaat sowieso niet meer bij ons komen. Helemaal niet als ik hem elektrocuteer natuurlijk. Oké, let's go. 2 elektro-shizzeltjes, 1 vijand weg. En hopen dat we het nu allemaal overleven, dat het goed gaat. Ja, kijk, dat is 1. Deze kant wordt nu ook kapot gemaakt. Deze kant gaat denk ik ook heel erg hard. Er komen weer nieuwe vijanden. Oh, die probeert op ons te schieten, maar dat feest gaat mooi niet door. Top. En nog een keer niet. Deze guy wil natuurlijk die kant slopen. Nee, jullie gaan niet slopen. Jullie kunnen nog niet slopen. Jij kan wel slopen, maar deze kant is nog helemaal heel. We hebben het gered. Dit was de laatste beurt. Gelukkig hadden we zo'n goed begin, want op het einde werd het echt heel erg moeilijk. En we hebben de gezuiverde duisternis energiekristal binnen. We gaan ook weer een level omhoog. En de windmolen draait eindelijk weer normaal. Er is geen gekke elektriciteit meer hier. En de planeet ziet er iets vrediger uit dan dat hij was. Zou mami blij zijn met ons, jongens? En kijk, die is ook weer gemaakt. De ballon is weer gemaakt. Wat fijn. Genie is er ook weer. Die zegt iedereen, jullie hebben de windmolen doorstaan. Gezien de intensiteit van de storm maakte ik me zorgen dat jullie slaan. Geen kans. Bipo laat ze haar zin helemaal niet afmaken. Die zegt, hoezo zorgen? Als ik niet beter wist, zou ik denken dat je totaal in paniek bent om ons. Ben je je emotionele rijkwijde aan het verbreden? Nou, niet echt. En we moeten nu niet focussen op mij. We moeten contact maken met... Met wie? Hallo, mami, hallo! Hallo, liefste vrienden, zegt mami. Ik ben zo dankbaar dat jullie mijn windmachine hebben hersteld. Ik vond dat we dat moesten vieren met wat komkommerwater en pittige kaasbroodjes. Oh, ik heb trek in pittige kaasbroodjes. Genie vertrouwt het berichtje niet. Wat gaat er gebeuren? Bipo vertrouwt de pittige kaasbroodjes ook niet. En Edge die bemoeit zich er ook mee. Die zegt alleen maar, Edge die voelt ook wat aankomen. De wraak van mami. De wraak van mami. Wat? Gaat mami wraak nemen? Wat gaat er allemaal gebeuren, joh? Hoezo zou mami wraak willen nemen? Of is het op iemand anders? Is het niet op ons? Wil mami wraak nemen op Gesela? Zou dat het zijn? Mami, is dit je garage? Oh, ik liep tegen de onzichtbare muur aan. Hallo, mami? Wat is er nou allemaal aan de hand met je pittige kaasbroodjes? Waar ben je, mevrouw? Ga je een groot feest geven hier binnen? Hallo, we zijn er! Hallo, Rabbit Mario, die voelt zich helemaal thuis in deze garage, denk ik. Oh, Edge is boos. Waarom is Edge boos? Edge zag er echt heel boos uit. No, het is mami niet! Nee, het is een hulpje! No! Oh my gosh, wat gebeurt er? Oh nee, de garage gaat helemaal de lucht in! Wat? Wat? Oh, nee! Dit gaat helemaal fout. Geen pittige kaasbroodjes voor mij. De jager van het plat. Dit is Daphne. Oh, dit is een hulpje van Gesela. En daar, ja, daar is mami gevangen. Oh, en dit is Daphne. En in de volgende video gaan we kijken of we Daphne kunnen verslaan. Dus doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat wil zien. Dan denk ik dat we bijna aan het einde komen van deze serie. Ik zie jullie bij de volgende video. Mazzel!